We hebben weer kijkersvragen, Jurgen Smit. We hebben enorm veel kijkersvragen. Ik vind het zo grappig, hè? Dan maken we een video over welk onderwerp dan ook. En vervolgens krijgen we er allemaal vragen onder die ook wel over het onderwerp gaan. Maar ook heel vaak niet. Dus dat is heel, je maakt toch wat los op de een of andere manier. Ja, je maakt heel veel los. Een van de vragen is, wanneer mag ik mijn beukenhaag drastisch snoeien? Ja. Dat ging inderdaad over een haag die aan de bovenkant groen was en middenin gewoon helemaal kaal. Het zag er gewoon eigenlijk niet meer uit. Nou kijk, er zit nu nog gewoon blad aan. Ik zou het nu nog niet doen. Zo rond november, dan begint dat blad bruin te verkleuren. Dan gaat die in rust, die plant. En vanaf dat moment kun je hem stevig aanpakken. Maar dan kan je je nog afvragen, ja, doe je dat dan in november, december, januari, februari? Nou, ik zou zeggen, laat hem gewoon in principe de hele winter nog een beetje staan zoals die staat. En pak hem een beetje begin maart aan, ruim voordat hij opnieuw gaat uitlopen. Lekker kort, 40 centimeter hoogte was de vraag. Doe maar, want als je hem weer compact wil krijgen, moet je hem kort snoeien. Vraag 2. Hallo? Oh, moet ik weer? Wel opletten, hè? Als je aanplanter gebruikt, dus bijvoorbeeld onze aanplanter, moet daar dan nog compost bij? Dat hangt van je grond af. Kijk, als jij gewoon een mooie, gezonde grond hebt in je tuin, hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Want dan heb je genoeg organische stof voor het bodemleven. Die aanplanter zorgt er dan vervolgens voor dat het een hele gezonde grond wordt. Heb jij nou een verschraalde grond of je twijfelt erover, doe dan die aanplanter en dan kan je er een klein beetje compost bij doen. Volgende vraag. Als je najaarsvoeding gebruikt, moet je dan ook nog kalk gebruiken? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, die najaarsvoeding, die gebruik je om nog een klein beetje voeding bij te dragen, laag gehalte. Maar met name om bodemleven gewoon te blijven voeden, dat dat actief blijft. Dus dat is toch nog een voeding en ook voor bodemleven. Kalk is eigenlijk structuurverbeterend. Het is dat het minder zuur wordt, je tuin. Dus dat zijn echt wel twee verschillende dingen. Nou, die najaarsvoeding die gebruik je grofweg vanaf 1 oktober ja, tot eigenlijk het nieuwe echte voedingsseizoen. Dus een beetje eind februari. Dus ook tijdens de wintermaanden kan je dat gebruiken. En die kalk, ja, die strooi je mee meestal tijdens de winter. Maar dat kan onafhankelijk van elkaar. Ja, nou is ook toevallig. Ja. Kom je kale plek tegen? Hoe zit het met die kale plek in het gezond? Ja, nou. Kale plekken kunnen natuurlijk op verschillende manieren ontstaan. Dus ja, wat je eraan moet doen is ook een beetje verschillend. Nou, het kan door droogte zijn ontstaan. Ja, dat lost zich eigenlijk vanzelf wel op. Door nattigheid. Te nat is ook niet best. In dit geval ligt daar een trampoline. Dus is het een soort aanloopplek. Hier wordt heel veel overheen gelopen. Nou, in al die gevallen trek hem open met de hark. Beetje grond eroverheen om te egaliseren, zaaien, dat weer een beetje inwerken en water geven. En dan komt dat echt helemaal nog goed voor de winter. Dan heb je natuurlijk nog kans dat er bodeminsecten in zitten. Kijk dan even ons filmpje over de biobug. Dat doe je eerst en daarna los je dit op dezelfde manier weer op. Maar dan moet je wel eerst die biobug erbij gooien. Overigens, dat filmpje over de biobug, dat kun je vinden, dat hebben wij genoemd. Knoflook en bodeminsecten. Zit je lekker? Nou, ik vind schommelen stiekem nog steeds heel leuk. Ja. Dus ja, ik zit lekker. Oh, mag er nog verticuteerd worden, Jur? Jazeker, jazeker. Kijk, normaal gesproken is augustus een beetje de laatste maand waarin je gaat verticuteren. Ja, doordat we zoveel warmte hebben gehad en die bodemtemperatuur nog steeds hoog is, de hele maand september en misschien wel nog een stukje van een klein beetje van oktober. Ga gerust verticuteren. Hark het eraf. Zaai hem door. En dan heb je zeker weten voor de winter nog een prachtige groene grasmat. Nou, de onvermijdelijke hortensia vraag. Hij is er weer, hè? Mag ik hem nog snoeien? Ja, hij komt echt elk jaar komt hij wel in de voren. Nou, het hangt een beetje vanaf welke hortensia je hebt. Deze, de pluimhortensia, als daar bollen van verkleurd zijn, als ze bruin zijn, knip lekker weg. De rest van de struik laat je mooi staan. En zo na de winter knip je hem helemaal streng terug en ziet hij er zo weer uit volgend jaar zomer. De annabelle, hè, die met die grote, ja, ronde bloemen, ja, die hangen. Ja, dat is heel jammer. Maar die hangen natuurlijk helemaal zo over. En het, nou, als je daar echt zat van bent, knip gewoon lekker weg.
Maakt niet zo gek veel uit. Laat staan wat nog mooi is en knip dan toch echt weg wat je in de weg vindt hangen. Dan heb je natuurlijk de boerenhortensia's. Die beginnen heel mooi te verkleuren nu. Ik zou ze gewoon lekker laten staan. Niks aan doen. Van de winter, op het moment dat het blad eraf is, gaan we er dan nog uitgebreid over hebben. Dan komen er 3 snoeiwijzen wel weer naar voren. Maar als jij bloemen wilt halen van de boerenhortensia om ze op een schaal te leggen of om kransen van te maken, lekker doen, krijgt hij niks van. Nog even over het snoeien. Als je nou een nieuwe snoeischaar nodig hebt, of een takkenschaar, of een takkenzaag, of wat dan ook, of gewoon een leuk cadeautje, kijk eens even bij onze snoeischaren. Het is echt topkwaliteit, anders zou ik het echt niet zeggen. Maar vooral de kleuren die wij hebben, die heeft niemand. Echt niemand. En daarom, ja, ik ben gewoon enthousiast. Ik kan het gewoon niet laten. Jur, ja. Ik hoorde dat er nachtvorst was. Is dat een reden voor paniek? Nou, er is inderdaad nachtvorst voorspeld, inderdaad. Maar nee, alsjeblieft, geen paniek. Het is nog geen vorst, hè. Vorst is echt indringende vorst. Een nachtvorstje dan. Het zit het net beneden nul. Er is 1 uitzondering en dat is de banaan, de musa. De bananenplant is helemaal hip en in, want iedereen wil dat grote Ibiza-achtige lookalike blad, zeg maar. Hartstikke mooi, alleen als daar nog een vorstje overheen komt, dan zie je al vrij snel dat dat blad bruine randen krijgt of zelfs helemaal bruin begint te verkleuren. Dus inpakken. Nou, die zou je kunnen inpakken. Of meestal staat hij in een pot. Zet hem dan even in de schuur. Volgende dag zet je hem gewoon weer buiten. Hè? Want dat nachtvorst, ja, dat komt nog maar heel sporadisch voor in de komende weken. Zodra het kouder wordt, ga je hem definitief binnenzetten. Ja, en de bloembollenvraag. Volgens mij moeten de lentebollen nu de grond in, toch? Ja, klopt. En moeten er ook nog bloembollen de grond uit? Nou, eerst even over het eerste. Ja, voor de voorjaarsbloeiers is het nu planttijd. Hè? Ongeveer tot grofweg 1 december, half december. Maar hoe eerder ze erin staan, hoe beter het is voor die bollen. Echt waar. Dus tulpen, narcissen, de sneeuwklokjes, de krokussen, de voorjaarshyacinten, de alliums. Dit blijft een feestje. Ik weet zeker dat jij begin mei, half mei, altijd weer zo is dat, oh kijk die alliums, al die grote sieruien, die grote bloemen die erboven uitkomen. Dat is eigenlijk het eerste echte spektakel, misschien wel, in een tuin. Die moet je dus nu zetten, als je dat nou zo mooi vindt. Tuinier is vooruitkijken. Tuinier is vooruitkijken. Dus zet ze erin. Hey, dan over. Oh, sorry. Ja, ja, 2 vragen. Ja, ik heb zelf een vraag, want ik heb dahliabollen de grond in gestopt, nooit meer iets van gezien. Nou, je kan pech hebben dat je een keer een vorstperiode hebt gehad. Het kan ook wel droog te zijn, dat die gewoon helemaal niet aan zijn water is weten te komen. Ja, en in het ergste geval heb je hele oude dahlia knollen gekocht. Maar in de praktijk, als je dit soort dingen koopt, tuincentra en groothandels, die verversen dat toch wel elk jaar. Dus slechte bollen kopen, komt eigenlijk bijna niet voor. Jij weet maar van geen ophouden, hè? Ik heb nu een vraag, daar kan ik zelfs antwoord op geven. Dat vind ik dan wel weer heel leuk. Van. Kan je nu je planten aanplanten? Ja, ja, het is planttijd. Ja, ja. Antwoord is ja. Kijk, alles wat in een pot geteeld wordt, in zo'n zwart potje, kan je 12 maanden per jaar planten. Hè? Behalve als de grond bevroren is. Maar het echte plantseizoen is nu al een beetje aangebroken. Vanaf half september, eind september, krijg je de wintergroene. Hagewis, denk aan de laurieren, denk aan de coniferen die je als kluitgoed kunt kopen. Ja, en dat wordt alleen maar beter naarmate het de herfst vordert. Dus vanaf nu, planttijd, absoluut. Kijk, hier wil ik het toch nog even over hebben. Dat is onze snoeizaag, misschien herken je hem wel. Zwitsers gereedschap, vlijmscherp, echt topspul. Maar het kan stuk, hè? Nog 1 keer. Het is een trekkende beweging, daar zaag je mee. Dan ga je rustig naar voren, trekkende beweging. Dan krijg je hem never nooit kapot. Wat gebeurt er als je dit gaat doen? Dan gaat hij wringen en dan gaat hij breken. Dus alsjeblieft, het is evengoed nog precisiegereedschap. Je doet het met je biefstuk ook niet, doe het dan met die zaag ook niet. En als die knel komt te zitten, hè, als die tak gaat vallen terwijl jij hem aan het zagen bent en hij komt knel, vraag even om die tak op te tillen door iemand en haal hem rust uit. Maar ga niet wrikken, want dan gaat hij stuk, lieve mensen.
Nog even over het plantseizoen. Als je nou geïnteresseerd bent in nieuwe planten, kijk dan even in de shop, hè, want wij verkopen ook gewoon planten. Het is echt een hele goede kwaliteit. Je krijgt thuis bezorgd enzovoort. Doe er je voordeel mee. Dan nog even over het abonneren. Wij hebben op dit moment 88.000 abonnees, zo ongeveer. En wij zouden zo graag 100.000 willen, gewoon voor het gevoel. Ik heb een challenge. Jullie moeten hier natuurlijk abonneren als wij op 1 februari 2023 100.000 hebben gehaald, ga ik filmpjes maken in mijn zwembroek. Al vriest het 10 graden. Ik weet, dit is heel gevaarlijk wat ik nu zeg, maar laten we die challenge gewoon doen. Wij zijn zo blij als we de 100.000 hebben, gewoon voor het gevoel. Ik ga in mijn bikini. Ja. Achter de camera. Daar hebben ze toch helemaal niks aan. Dan ga ik foto's maken. Dat doe ik ook nee. Ja, of ze wat erbij hebben is ook nog maar even afwachten. Hè. Dat wordt nog een zware paar maanden. Maar goed, laten we die challenge aangaan. Vind ik leuk. Is gewoon leuk. Ik zeg tot volgende week.